Kijk, de mensen thuis kunnen niet zien wat hier aan tafel gebeurt wanneer dat bandje loopt. Maar ik zie gewoon iedereen weer met tranen. Maar iedereen. Jij ook. Mama. Ja. Toch? Maar dat snap ik ook wel. Gefeliciteerd. Dank met u wel. Je zoon. Hoe heb je gekeken? Heel alleen thuis. Doe je dat altijd thuis alleen? Liever alleen. Of met haar samen. En waarom heb je gisteren alleen gekeken? Ja, zenuwachtig. En vooral omdat u voor een nieuw team moest rijden. Ik had zoiets van, laat me maar lekker alleen. Niemand die aan mijn hoofd ligt te zagen van, wat doet hij, wat gaat hij doen? Ja, vol spanning. En, ja. Hoe lang verwacht je dit al van je zoon? Verwachten? Ja, je hoopt ooit dat dit een keer gaat gebeuren, maar zo snel, nee. Hoe lang had je gedacht dat het zou gaan duren misschien? Ah, kijk, hij zit nu bij een topteam, dus je had zoiets, laat hem even wennen aan de auto. 3-4 wedstrijden, misschien een podium. Maar ja, nou zo snel, nee, echt niet. Kijk, want het werd ook vandaag gezegd, hè, Italiaanse kranten schreven erover, andere media schreven erover. Hij heeft het talent van zijn vader, maar hij heeft het karakter van zijn moeder. Want laten we niet vergeten, Jos Verstappen was dan Formule 1 coureur. Jij was een hele goede karter, ook een goede coureur. En vanavond bij de collega's van Pep Talk van Ziggo heeft hij gereageerd op die stelling. Het talent van je vader, karakter van je moeder. Max, wat zeg jij dan? Ja, ik ben mijn moeder natuurlijk heel erg dankbaar dat ze me op de wereld heeft gezet. Ideale zoon. Ja, met snelheid, hè? Dat begrijp ik ook. Ja, en ze kan goed koken, dus... Volgens mij is ze ook Belgisch kartkampioen geweest, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, absoluut. Ja. Dus ze kan zeker gas geven. Is hij altijd complimenteus over mama? Ja, de laatste tijd. Ik weet niet wat hij moet hebben. Hij is goed bezig dus. Ja, hij is goed bezig. Ja. Sophie, waar heb jij gekeken uiteindelijk? Want je moeder wilde dus alleen kijken deze keer. Waar heb jij gekeken? Ik heb bij mijn opa gekeken. Victoria. Bij je opa, Victoria. Ja. Bij je opa. En hoe was het daar? Ook zo rustig? Nee, helemaal niet. Iedereen ging uit zijn dak daar. Ja, dat was echt niet normaal. Jij, we zagen het al even. Jij raakte ook behoorlijk emotioneel. Ja, de voorlaatste ronde eigenlijk al. Wat is dan vooral waar je aan denkt? Want je hebt alles meegekregen natuurlijk van je broer. Jarenlang gezien, je kaart ook zelf, je kaarten samen. Ja. Waar denk je het eerst aan? Nou ja, hoe hij zich voelt. Gewoon dat het al allemaal zo snel gaat eigenlijk. Dat is echt niet normaal. Ja, want 2 jaar geleden zat hij ook nog aan tafel. Was hij 16 toen hij hier voor het eerst was. Ja. Spraken jullie veel over zijn carrière, over zijn toekomst? Of had hij daar niet te vaak eigenlijk over? Wel altijd. Altijd alleen maar over racen. Altijd. Ja. Nooit iets anders. Nou, bijna niet. Maar jij hebt ook dat bloed. Jij hebt ook die interesse. Dus jij vond het niet erg natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee. En ben je vaak al mee geweest samen? Ja, eigenlijk vroeger wel, ja. Nu wat minder? Ja, omdat ik op school zit. Dat is wat moeilijker. Ja. Ja, eigenlijk wil je stoppen met die school, hè, geloof ik. Ja, liefst wel. Ja. Maar ik denk niet dat je moeder dat goed vindt. Nee, mijn moeder niet. Maar wil jij ook zo'n racecarrière, zoals je broer is anders, maar zou je dat ook willen? Ja, ik denk dat ik nu er wel te oud voor ben. Maar ja, misschien ooit. Het zou wel mooi zijn. Je hebt wel ook een toekomstbeeld, in ieder geval in die racewereld, hoe dan ook. Ja. Wat vond je het mooiste moment gisteren? Ja, hoe die op het podium stond. Om ze blij zien. Toch tranen in zijn ogen. Ja.